régulièrement. Fais-le bien et assez longtemps. Et n'oublie pas d'utiliser de l'eau et du savon. Voilà, maintenant tu es prêt pour une journée pleine de plaisir dans les parcs Plopsa. Reste prudent et en bonne santé. Et surtout, amuse-toi bien. Hey, hallo allemaal en welkom. Ja, waar ben ik vandaag? Plopsaland. Maar dat duurt te lang. Ja, leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park van Zwaan naar Plopsaland. Dames en heren, jullie weten vast wel nog ons vorig tripje, de eerste dag van het nieuwe pretparkseizoen, hier in Plopsaland. Dat was precies een tripje zoals we daarin gelopen hebben. Erika, als je dat opnieuw wilt ervaren, zou ik zeggen, loop daar gewoon nog een keer lekker in. Nee, toch niet? Nee, geen liefhebber, nee? Nee, het is een heel mooi rijden van de meer en de water. Ah, oké. Okay. Ja, want je weet, de vorige keer was het echt wel een, het viel gewoon in het water, letterlijk en ook figuurlijk. Maar nu kan het gewoon nog iets anders worden. Nu kan het nog in het water vallen, maar dan via een splash bijvoorbeeld. Of via de dansende fonteintjes. En die mensen trotseren het gewoon. En dan heb je dikke pech, dan ben je kleddernat. Ja. Maar goed, dames en heren, welkom in Plopsaland. En voor Erika is het haar tweede keer dit jaar, voor mij nog niet. En we gaan het hebben over welke attractie we het hebben vandaag. Moeilijk zeker, ja. Ah, nee, maar hoe jullie? Ja, vertel een keer. De Ride to Happiness, mensen. Ja, en als je dat niet kent, dat is niet moeilijk. Je kunt dat al zelf uitproberen. Hoe? Hoe? Ja. Ja, dat is je verbeelding laten werken, nee. Oké, nee, dat is echt. Dan is het zo, zeker. Ja, hoe test je dat uit? Dat is de vraag. Er staat hier al iemand naast mij, dus dat is geen enkel probleem. Ja, stel de vraag, ik geef een antwoord dus. Ja, je hebt een antwoord, ja. Okay. Zo kun je dat uittesten, mensen. De Ride to Happiness. Maar, je moet niet wachten daarvoor. Je kunt binnenkort hier ook de Ride to Happiness beleven in Plopsaland. Kijk, en daar is Heidi. Ja, of daar was hij. Ja. Goed, waar gaan we eerst heen? Vertel een keer. Het is niet moeilijk. Oh ja, hè? Jawel, het is wel moeilijk. Je hebt hier meer dan 50 attracties. Ja, Jordi, maar is dat recht voor mijn neus? Recht voor uw neus? Ja. Ah, Heidi dan. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dan gaan we naar Heidi. Hè. Voilà, dames en heren. Ik laat jullie eventjes meegenieten van de Ride to Happiness. Want ze zijn hier nog altijd aan het bouwen. En een beetje geluk zien we vandaag nog een keer een testrit. Maar straks gaan we ook vragen aan Erika wat haar verwachtingen zijn van die nieuwe ride. Ja, het ziet er niet naar uit dat ze de Ride to Happiness gaan testen vandaag, want er staat weer een mega kraan in het station. Dus
Voilà, bij daar. En dat was Kabouterplop die daar stond. Alright, ja. We gaan Heidi in. Hey Erika, we zijn wel niet in stijl hier vandaag. Ja, dus zo'n mooie Plopsa mondmasker en je doet dan in zo'n heel chirurgisch niet mooi masker aan, laat ons maar zeggen. Ik kom net van mijn stage. Ah ja, oké. Okay. Ik kan nog moeilijk op mijn stage een Plopsa mondmasker aan doen, nee, dat gaat niet. Maar je kunt die toch meedoen? Ik ben niet aan gedacht. Ah ja. Als je zorgt dat nacht iemand bij hen en we werken op de stage, denk je dat niet aan? Ja, dat staat. Dat ligt standaard in mijn auto. Ja, oké, ja. Ja, ja, ja. Zo, dames en heren, welkom. We gaan naar de Ride to Happiness, niet maar wel naar Heidi, de Ride. Oh ja, daar moeten we niet hoor, we moeten naar daar. Ik denk dat ondertussen iedereen wel een beetje weet wat Heidi, de Ride in elkaar zit. Maar we gaan er gewoon nog een keertje op. Dat is zo een beetje de mini-versie van Troy, vind ik persoonlijk. En ik vind hem eigenlijk wel nog leuk. En ik had eigenlijk gedacht wel iets vertellen. Die staat hier ondertussen al. Hoe lang staat die al? Een jaar of 4, 5? Hij staat tussen 2017 en 2017 is hij opgegaan. Ja, 4 jaar staat hij hier, Heidi eruit. En weet je wat er mij wel opvalt? Dat hij nog altijd ongeveer even soepel had. Zoals hij eigenlijk nog maar net open is. En dat verrast me eigenlijk wel. Ik moet eigenlijk echt wel toegeven dat ik echt wel gedacht had, zo na een jaar of 2, 3, 4, dat hij al hier en daar een mankementje begint te krijgen. Maar dat is niet het geval. Die is nog altijd super soepel en daarom is die ruit eigenlijk ook super tof. Oh ja, en hier binnenkort de Pizza Hut natuurlijk, mogen we niet vergeten. Erika, we gaan dat toch wel een keer uitproberen. Hè? Want de dichtste Pizza Hut, voor mij persoonlijk, ja, ik heb er eigenlijk 2 hier nu. Hier in de pannen. En dan hebben we er ook nog ergens anders eentje. En voor mij persoonlijk denk dat die zelfs hier dichter is. Want, en ook makkelijker gelegen eigenlijk. Want ik heb hier parking, kan naar Plopsaland gaan. En anders moet ik zo ja, de trein nemen of dergelijke. Ja, nee. Hier had hij wel leuker zijn. Maar ik ben benieuwd naar de prijs. Er is nog niks van prijs bekend. Er is nog niks bekend wanneer dat hij open gaat. Dus ik ben eigenlijk wel ontzettend benieuwd wanneer dat die eigenlijk zou open gaan. De ja, Pizza Hut hier. Ja, dat kan. Maar goed, we gaan nu op Heidi eruit. Veel plezier. En het is het buitenplan van Plopsa. Allee, in België toch. Dus overal is het buitenplan. En dat is binnengaan via de uitgang. En naar buiten komen via de ingang. Alles is omgekeerd. Ja, dan kunnen we op de bloemenmolen wippen. Joehoe! Toch wel, hè? Dat is 9 juni, toch? Ja, dan mogen we weer wippen op de bloemenmolen. Dat is super tof. Ja, voor de mensen die daar iets anders over beginnen te denken, wippen bedoel ik eigenlijk airtime. Woo!
er is eigenlijk een dingetje, als je zegt van ik wil op Heidi de Rijt hier zo ongeveer. En je wilt erop filmen, je zit met een harnas en niet met dit hier. Dat is zo'n ding dat je zo rond je arm doet en daarmee kun je zelf filmen. Wel, er zijn hier twee attracties in heel Plopsaland waar dat niet kan. Dat is onder andere, niet de Pizza Hut, maar hier deze Heidi, daar is hij ergens. Ik moet hem altijd een beetje zoeken. En Anubis de Rijt. Maar ja, ik moet wel toegeven, soms probeer ik het wel een keer met dit, maar elke keer dat ik het probeer, dan is de medewerker oplettend en zeggen ze van, hé Jordi, het mag niet. Nou, niet bij naam, maar ik zeg mijn naam er gewoon zelf bij. En ja, op zich mag dat wel natuurlijk, hè, want het is de attractiebediener die de attractie bedient, dus geen enkel probleem mee. Maar hey, mensen, bij deze, je weet het ondertussen, bij Heidi en Anubis mag dat niet, maar ja, ik geef dat eerlijk toe, soms probeer ik dat een keer. En we gaan op de Splash straks en ook op de Draak, daar is hij ongeveer, samen met Erika. En dan gaan we dat wel doen met dit, want dan mag het. Het leuke is ook hier aan de Dino Splash, dames en heren, dat is dan de dino's terugwerken. Dat is toch kei tof gewoon. Gewoon dan de dino's weer werken. Ja. Werken ze? Ja, ze werken eigenlijk wel goed hoor. Ja, het is niet zoals vorig jaar. Vorig jaar waren er dino's, maar ze werkten niet. Alleen toch, de eerste 14 dagen wel, maar dan niet meer. Maar nu werken ze gewoon, dat is wel tof. En daar is de draak weer. Yay! Gezellig. Gezellig, zou ik zeggen. Heerlijk gewoon. Alright, dames en heren. Geniet ervan. We gaan er zo in. Ben nog aan het wachten op Erika, want Erika is de sanitaire stop aan het maken. En daar is ze. Ja hoor, daar is Erika. Hey, was toch de sanitaire stop? Waren ze proper, de toiletten? Ah, oké. Voilà. Dat is zeer belangrijk, hè. Propere toiletten, want dat is nooit leuk in een pretpark. Veel wc's. In Frankrijk is dat heel erg. In Disneyland. Dat is echt verschrikkelijk in Disneyland. Het enige toilet die proper is, dat is het Disneyland Hotel. En het toilet van uw eigen kamer. Maar dat is het ook eigenlijk. Maar ja, goed. We hebben het niet te kiezen natuurlijk. Want ze kunnen het toiletje heel mooi opgepoetst hebben. En de persoon die erachter had, kan gewoon heel het toilet terug... vuil geplast hebben of gedaan hebben, laat ons maar zeggen. Dus je kunt er eigenlijk soms echt niet veel aan doen. Maar goed, dames en heren, we gaan het draken. Let's go! Ja, ook nieuw hier in de Belgische parken, dat is eigenlijk dat een mondmasker verplicht is vanaf 6 jaar. Dat was vorig jaar niet. Vorig jaar was het vanaf 12 jaar, nu is het gehalveerd, dus vanaf 6 jaar moet je hier een mondmasker aan doen. En dat telt eigenlijk voor het volledige park, voor alle Belgische parken. En het leuke van alles, deze mondmaskers kunnen hier ook kopen in kindermaat hier in Plopsaland. Dus mocht je een mondmasker vergeten hebben, dan kun je hem altijd hier aankopen. En dan kun je zeggen van, is het duur? Nee, voor 5 euro heb je al een mondmasker. Voor deze toch, als je een abonnementje hebt, heb je 10% korting. Dus dan is dat 4,50 euro. Is dat dan duur? Ik vind persoonlijk van niet. Maar hey mensen, genoeg gepraat. We gaan het draken. Let's go. Erika, heb je er zin in? Ja. Ja, en je zin in de draak? Wacht, waar sta je? Wacht, kom ik hier. Ja, we gaan naar de draak. Ja. Wat? Maar je staat niet op beeld. Je bent verstoppertje aan het spelen. Ja, voilà. Erika is verstoppertje. Zoek Erika. Ja, maar de draad kan je nog altijd opeten, hè? Dat je dat wilt. De draad kan nu roosteren. De vorige keer was ik bijna geroosterd van de draad. Op de barbecue. Ja, op de barbecue. En de draad gaat dat ook doen met jou. Erika op de barbecue van de draad. Doet dat lekker zijn? Ah. Ben je niet voor op te eten, maar ik heb lekker veel spek aan mijn buik. En lekkere vettige rabbetjes, en hé? Het is waar, hè? Ik ben een lekker manneke. En jij bent een lekker vrouwtje. Het is waar, hè? Erika! Hey!
Je wordt geroosterd van de draak. Ja! Erika wordt een lekker hapje van de draak. Ben je ook goed? Ja, ik heb heel smaak van mijn bek. Wow! En heb jij veel ribbetjes dan nu in de buik van de dokter? Oh, dat heb jij dan langer dan nu in de buik? Gilletjes! Ja. We gaan expres op de draak, want we moeten de draak trotseren zodanig dat we geen lekker hapje worden voor de draak. Want de draak heeft graag een lekker hapje, denk ik. Dat is al een half geroosterd manneke en vrouwtje. We gaan de draak zijn werk laten doen. We gaan ons laten roosteren. We hebben een rooster. En daarna gaan we gewassen worden. En dan gaan we naar de disco. Was het dan voor vandaag? Ja. Ja, het was gezellig. Ja. Allee Erika, zijn je nu geroosterd? Ik ben ook geroosterd. Ah ja, je bent geroosterd. Allee, ik ook. De draak heeft dat goed gedaan. Erika, ga ja. Je mee op de Dino Splash? Nee. Waarom niet? Omdat ik niet mee ga. Ik Waarom veel niet? Te nat. Hoeveel te nat, man? Ja, het is ook niet echt weer ervoor. Jawel, het is gewoon niet warm, ik zweet me hier ter plekke. Ja, hallo. Jouw jas vergelijkt met de mijne. De mijne is gewoon een regenjas, hè? Ah, wel, dat is toch goed? Ja. Je zegt nu zelf, het is nat. Je hebt de regenjas aan. Voor niet nat te worden, toch? Dat is toch plezant? Allee, de dino's gaan ons opeten. Mm-hmm. Wauw. Wil je wel niet opgefret worden van een dino? Oké. Okay. Erika, dat ik niet meer terug ben, net de dino me opgeten. Hè? Allee, salut. Hè? Ja, ik snap het niet. Hè? Droog naar water. Hè? Dat is ongelooflijk. Erika heeft geen zin om nat te worden. Ja, soms wel natuurlijk. Maar blijkbaar niet in Plopsaland. In Plopsaland wil ze niet nat worden. Helaas. Ja, goed, dan ga ik er maar alleen op de Dino Splash. Dan ga ik wel een keer apart splashen met Erika. Dat is ook plezant. Alright. Dames en heren, de Dino Splash, zoals ik daarnet al zei. Je kent hem vast wel. De draak gaat erheen. En daar is hij dan. Heel toevallig. Kijk eens aan. Daar is hij bijna, zo, ja. Zo, dames en heren, ja. De draak is hier. En ja, ik ga opgegeten worden van de dino en ik denk niet dat ik nog ga terugkeren. Misschien net de dinosaurus mij opgegeten zonder dat ik het weet. Ja, dat is niet erg, ik ben toch al geroosterd. Dus, here we go. We gaan ervoor, let's go.
Ja, dames en heren, welkom hier op de Dino Splash. Ja, ja. Heerlijk, ja. Erika is niet mee zoals je ziet, want ze wil niet nat worden. Maar dat wil zeggen dat ik nu alleen in de Dino Splash zit. En vind ik dat leuk? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Oh nee, Dino, ik word opgegeten! Oh. Dames en heren, ik wil niet opgegeten worden van een dinosaurus. Ik vind dat niet leuk, opgegeten worden van een dinosaurus. Hier worden we al een beetje afgespoeld van een dinosaurus, zoals je ziet. En dan gaan we opgegeten worden van een T-Rex. Ik heb daar geen zin in. Nee! Daar is in een T-Rex en daarvan wil ik niet opgegeten worden, dames en heren. Die is eigenlijk niet zo gezellig. Hoi! Flash time! We hebben er wel een keer die tanden gezien van in een T-Rex. Dat lijkt niet gezond, hè? Nee, hè? Nee, hè? Dat is niet gezond. Maar goed, hé, hey, dames en heren, we gaan. Oh nee, we worden opgegeten van de T-Rex! Ben ik opgegeten? Oh gelukkig, ik leef nog. Gezellig. Oh, ik heb het zitten. De T-Rex. Hier is hij dan. Oh man, man, man. Er zit hier een dino! Nee! Oh, oh. Je zou bijna denken dat er daar een dinosaurus zit, mensen. Maar hey, vroeger was deze attractie het kasteel van koning Samson. En ik moet wel toegeven dat dit wel beter is. Qua uitvoering vind ik het wel ja, een beetje bizar. Eigenlijk een vulkaan. Maar op zich is het wel leuk dat er dino's hier zitten. Ja, fijn. Ja, alright. We gaan splashen. Ja. Ja. Het is splash time. Here we go. Hey! Oh! Ah! Ah! Mensen, dat is een beetje verschrikkelijk gewoon. Het is niet zo plezant. Het is splashed worden. Wanneer ik al zeg, ik wil niet nat worden, maar ik vind dat ik nog eigenlijk niet zo nat ben hoor. Het mag gerust een beetje nat zijn. Zo. Dit was hem dan. Oh ja, ik moet nog iets vertellen. Dus je weet, vroeger was dat het kasteel van koning Samson. Nu is dat de Dino Splash. Gethematiseerd in een vulkaan. Vind ik wel speciaal. Maar het is gedurfd. En gedurfd is altijd leuk. De Dino Splash, dat was hem. Ik leef nog, gelukkig. We gaan Erik al een keer doen strikken. Kijk hé. Oh! Dat was de dinosaurus die daar was. Hoe is het? Was dat een goede dinosaurus? Nee. Ja, dames en heren. We gaan de jetskis in. Ik vind het nog altijd een beetje bizar. De wachtrij begint nu hier. Ja. Speciaal. We gaan van de dinosaurussen. We zijn een beetje geroosterd. En wat hoort er bij een geroosterd hapje, een feestje. En we gaan een feestje doen. Erika, heb je zin in een feestje? K3 kan dat goed. We gaan een feestje bouwen bij K3 met de 10.000 luchtballonnen. Dat net was ook wel een groot feestje.
was gezellig. Het was keitof, het was keitof. Hey, hey, zit je op de rollerskater? Ja. Om aan een visje gewoon. Zie je me nog aan? Ja, we doen dat niet meer. Oeh, waarom niet? Ik ga dat niet graag. Ja. Volgende keer moet je meer uitkijken, niet dat je rietje daar aan komt. Ja, hallo, je kan van achter, ik kan horen. Ah, ja. Ja, Erikatje was op haar gsm bezig, hè? Ja, ik heb al een keer op dit, maar je weet dat je mijn shortietje van alles veranderen mag zijn, hè? Ja. Ah, wow. Allee, mijn gast heb ik in de chocomelk van springen, is cool. Wow, een beetje een soort droge drankje. Hey! Hopla! Want het feestje is ook geen drankje, dus moet me een feestje bouwen met een drankje. Om in de chocomelk van springen? Doe je chocomelk springen? Ja, je kunt hier in de chocomelk van springen. Maar ik mag geen chocomelk drinken? We kunnen hier ook in de ananas zitten, als je dat wil. Okay. Ja, er staat hier een ananas, daar. Ja, dan gaat Erika weer een ananas en ik in de chocomelk. Voilà, ja, ja. Nou, ik ben blij van naar je nootjes komen. Dit is je nootjes. Voilà. Nootjes, ja, 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 ja. Hier is het, ja, 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 ja. O, ja, ja. Wat ga je op de right to happiness? Ja. Ja. Hey! Woehoe! Gaan we naar feestjes om, handje in de lucht. Yay! Daar is die handje in de lucht. Yay! En nu is het dit geval. Woehoe! En je handjes omlaag. Yay! Wat er komt er aan. Yay! Oh nee, dat is niet het leukste van heel de rit, de rem. Nee, dat zijn wel goede remmen. Wat is het leukste? Kan ik deze drinken? En een ananas dan ik pas op hem aanbrengen. Is het goed? Ja, ja, mensen. We hebben een feestje en bij een feestje hoort er iets om te drinken. En er staat hier iets om te drinken. Je kunt er foto's mee maken. Erika, is je klaar voor een feestje? Ja. Alright, we gaan een feestje doen. Let's go! Je zei het feestje, je kunt hier chocolademelk drinken. Ik zei mega chocolademelkpotten. Jordi is er fan van. Je weet wel, hé, dames en heren, Jordi van de vorige video. Haha, hier zijn feestje. Feestje, iets om te eten en iets om te drinken. Wij zijn al geroosterd van de draak en nu met Erika iets om te drinken. Voilà. Heb je al een leuk feestje gehad? Ja. We hebben een hapje geweest voor de draak. En dan zijn we nog een hapje geweest voor de dinosaurus. Dan heeft de dinosaurus Erika doen schrikken. Dat hoort ook allemaal bij een feestje. Het is altijd leuk. En dan bij je feestje hoort er natuurlijk ook een leuk feestje, een party dan. Dan hebben we op de achtbaan geweest. En ja, als je een goed feestje wilt, heb je ook iets nodig om te drinken. En nou, dat hebben we allemaal gedaan. En wat gaan we nu doen? De slotparty. Nu gaan we racen tegen elkaar. Nu gaan we gamen. Nu gaan we spelletjes spelen. Hoort er ook bij je feestje. Ah, we gaan op de Victor's race. Let's go. Het leuke was, vroeger kon je hier nog de afwas doen na een feestje. Maar tegenwoordig niet meer, want nu is dat kaartje ook het eentje geworden. En kun je het eentje zoeken in Plopsaland. Ik ben eigenlijk benieuwd dat ik een eentje ga vinden vandaag. Heb je al een eentje gevonden vandaag? In het water. Waar? In het water. Waar is het eentje in het water? Een zwaan, dat zie ik, maar een eend nog niet. Ah. Erika, enjoy, eh? Dames en heren, ik had eigenlijk beter voor Erika gaan zitten, maar ja, ik zit er nu achter. Alright, hier gaan we weer. Let's go! Yay! Wow! Weet je mensen, zo'n keverbaan, ik vind dat altijd fantastisch. Maar goed, het is wel fijn dat ze die herstel hebben.
Erika is back. En hoe is het met Erika? Goed. Je had een beetje bekomen van de dinosaurus die afgekomen net naar je. Ja. Aha. Ik vond het fantastisch. Dat is echt niet grappig. Je weet dat ik mijn ga doen. En toch doe je het. Dat is toch een keer leuk. Maar ja, kijk, we kunnen gezellig een tijd altijd doen hier in het Prinsessia restaurant op het terras. Maar dat is toch gezellig een tijd altijd op het terras? Ah nee, dan moet je voor slapen hier in Plopsaland. En dan mogen we hier een tijd altijd doen. Hier op het Prinsessia restaurant. Op de koffiekopjes weliswaar. Ja. Is toch tof? Dus. Ja, hier is wel, hier is ook waar we gaan aan zitten eigenlijk. Lijkt me wel leuk, wel een leuk idee. Dat is fijn. Maar dat het zo heel druk is, dan weet ik niet dat ik er graag zal zitten. Hieronder lijkt me heel leuk, maar dat het heel druk is. Zetten ze tafels hier in het winkeltje en net onder de luifel. Ja, wel goed, het is een noodoplossing. Ja, we gaan een attractie doen. Erika, wel zin in een attractie. Nee, niet die attractie dat jullie denken. We gaan Anubis in. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat Erika een beetje honger heeft. Kan dat? Ja, maar ik mag niet zo chocola en dergelijke. Ik moet wachten vanavond. Ja, ik merk het dat je een beetje honger hebt. Oh ja, en na Anubis... Maar mensen die zich afvragen waarom, ik ben dus op een dieet en het is extreem moeilijk. Omdat ik normaal gezien, op dit uur wel een keer door chocolade eten, maar ik mag niet. Dus wat moet je dan doen? Water drinken. En waarom wil je op dieet? Vertel dat een keer. Mensen willen dat weten. Omdat het eigenlijk wel nodig is. Ik heb een beetje te veel coronakilo's. Ah, ik dacht dat voor op dat ding te gaan ook, was. Daar, ook. Dat ding. Ik kan dat je zeggen. Dus omdat ik last heb van coronakilo's. En ook omdat ik al eigenlijk zo zeker in die attractie wil gaan en tegen juli. We zijn nog maar mee, dus dan gaan normaal gezien tegen juli is ook normaal wel een klein beetje moet afgevallen. Ja, laat het ons gewoon daarbij houden mensen. Dat ze gewoon op deze attractie wilt daar ergens staat die daar zo. Ja, en daarop wil ze. En dat ene woordkilo daar, daar spreken we niet van. Het is de motivatie voor op de attractie te gaan. En ik hoor dat wel de heel veel pretparkfans die zo een beetje breed gezet zijn. Ja, ik moet eigenlijk niet klagen, want ik hoor er soms ook wel bij, denk ik. Want ik wil eigenlijk ook niet te dik worden, anders mag ik waarschijnlijk ook niet meer op de attractie. Dus we zijn ons daar wel van bewust dat we toch wel een beetje een gezonde lijn moeten hebben, om het zo te zeggen, om een gezellig ritje te doen op de attractie. Hey mensen, we gaan dat doen, we gaan de attractie in. We gaan de deze doen, de Anubis. Let's go. Ah ja, en na de Anubis gaan we een keer vertellen wat onze verwachtingen zijn van de nieuwe achtbaan, de Ride to Happiness, hier in Plopsaland, de Pannen. Ja, Erika, we gaan hier een keer kijken naar de lounge. Hé. Misschien komt er wel een trein af vandaag. Nee, vandaag. Maar jawel, het was interessant om te zien natuurlijk. Er zijn twee lounges, er waren hier een andere uit van boven. Ja, die andere is zoals de Pulsar in Wallaby. Zo'n klein tikje lounge. Allee, ja, tikje krachtige tik, natuurlijk. Wat? Noemde hij dat een tikje? Ik zou geen tikje durven noemen. Nee, de tweede lounge, de eerste lounge. Ja, de tweede lounge ga je ook wel goed voelen, hè? Want dat hij daar op die heuvel is, dan heeft hij eigenlijk wel weinig snelheid, laat ons maar zeggen, dan heeft hij wel terug snelheid nodig. Dus, maar hey mensen, dit is hier de lounge van de Ride to Happiness, zoals je ziet. En daar, hier zo van boven, daar zo heb je nog een lounge. En die is ook wel zeer tof, naar mijn mening. En daar, zoals je ziet, zijn ze aan het werken aan het station. Zo, we gaan dan een keer vragen aan Erika op een leuke plaats wat haar verwachtingen zijn van de Ride to Happiness. En ik ga er dan ook een keer op vertellen wat mijn verwachtingen zijn. Ik
Ja, maar straks. Straks. Ah, okay. Straks mag je heel veel vertellen. Maar nu gaan we een leuk plekje zoeken. Mochten jullie nog niet weten, de Ride to Happiness die gaat dit jaar open. Normaal gezien deze zomer, 1 juli. Maar dat kan nog altijd veranderen, want Plopsa heeft officieel nog niet echt een datum gecommuniceerd. Maar ze hebben wel al een keer gecommuniceerd 1 juli. Het is nu natuurlijk wel de vraag wanneer had hij open gehad. Want zoals ik al zei, het kan zijn dat hij later open gaat. Want je weet nooit dat er nog mankementen aankomen of mankementen tevoorschijn komen van deze attractie uiteraard. Maar goed, hey, dames en heren, het leuke van alles, dat is wel dat je hier kan wachten bij de Supersplash. En zoals je ziet is het daar een beetje nat, op de verkeerde plaats natuurlijk. Ik weet niet of jullie dat hier nog vroeger herkennen. Vroeger stond er hier eigenlijk overal gras. Ja, gras van dat hoog gras zo, wel tof. Dat is nu allemaal weg, ze hebben er een pad van gemaakt. En hier heb je de Ride to Happiness staan met de lounge. En je gaat een leuk plekje zoeken om erover te vertellen. En op de achtergrond gaan jullie ook de Supersplash zien. Voilà, heerlijk. Alright, we gaan een leuk plekje zoeken. We gaan een ander plekje zoeken, mensen. Ons goed vertrouwd plekje. Ja, heerlijk. Zo. Ja, hier is Erika. Hey, dag Erikatje. Hoe is het met jou? Ben je nog bang van de dinosaurus? Nee, maar dat kan niet. Oh, wat dan niet meer doen ook. Nee, screw dan. Zo, daar is de dinosaurus. Ja. De dinosaurus is terug. Is de dinosaurus terug? Ja, leuk. Alright, dames en heren, de Ride to Happiness. Erika is soms ook mijn happiness ride. Ja. Ja, gezellig. Ja, dan moet je daarvoor niet op deze attractie zijn. Maar goed, hey, wat zijn onze verwachtingen van de Ride to Happiness? Erika, vertel het hier. Ik denk eigenlijk niet. Oh, wacht. Spannend. We gaan naar Erika aankomen. Dag Erika, welkom bij de show. Wat is uw naam? Erika. Wat doet u? Ik sta hier. Dat is een mooi antwoord. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Naar school gaan, werken, stage doen en een beetje jetpack. Dat laatste is het perfecte antwoord. De rest interesseert ons niet. Jawel. Nee, dat is niet waar. Oké. Okay, ja. Nee. Oh, dat is een Supersplash. Kijk. En splash time! Yay! Alright. Wacht, hè. Ja, zo. Wat zijn uw verwachtingen van de ride? Ik verwacht meer dat het een beetje extreem is. Ja, het verschil is dat hij ronddraait. Ja. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Maar ik heb hem al een keer zijn test draaien en Erika nog niet. Dat is het grote voordeel. En het leuke van alles is al dat hij test draait. Ik zei je vorige keer in de video daar aan die looping, dat hij hier zo zit. Dat zou leuk zijn dat hij zo heel traag erover zou gaan. Ja, als ik de overheidbeelden zo bekijk, vind ik dat hij nog redelijk snel erover gaat. Maar misschien dat ik erop zit dat hij toch wel traag erover gaat. Ja, Erika had de overheid nog niet gezien. En we hebben ook pech vandaag, want vandaag draaien ze geen testritten hier in Plopsaland. Moesten ze testritten draaien, ja, dan kan ze misschien wel anders kijken tegenover de baan. Maar goed, ik denk, om eerlijk te zijn, zoals ik al zei. Dus daar is het lelijkste stukje van de attractie hier over heel het park. Maar volgens mij wordt dit jaar het leukste stukje van heel de attractie. Kan mis zijn, maar ik heb zo een klein voorgevoel dat dat wel het leukste stukje wordt van heel de attractie. Weet, want het is daar wel een element in dat we nog niet gehad gezien hebben in attractieland. Dat element daar ook gedaan. Dus je wordt zo naar boven gegaan, dan ga je zo over kop. Dan heb je een beetje uitzicht richting de heide. En dan val je weer naar beneden. Ga je schuin en dan ga je recht de looping in. Oh ja. En dat element hebben we nog niet gehad in pretparkland.
was wel fijn. En een, ja, loontjes hebben we wel al. En loontjes die stilstaan hebben we ook al. Ja, die hebben we hier toch ook al. En wat hebben we nog? Loontjes in een boog hebben we ook al. En er zit nog een leuk element in dat we nog niet vaak gezien hebben. En dat is het element met een beetje draaien nu. Dat is daar dit element die hier bij zo zit. Hier zo. Zo, dat is een beetje, ja, zo. Ik zat er nu wel voor natuurlijk, maar hier zo waar mijn arm is, zo, daar dus, daar zo, daar is het ook nog een leuk element volgens mij. Dat is ook zo'n element, je gaat naar boven, je wordt een beetje rondgedraaid en dan word je naar beneden. Dan ga je naar beneden, draai je een beetje rond, heb je airframe, dan haal je de remmen in. Voilà. Aha, goed, daar is Erika terug. Hallo. En ja, als jullie nog vragen hebben over de Ride to Happiness, naar Erika toe, naar mij toe, wat onze verwachtingen zijn, wat we, ja, hoe of wat, zet het gewoon in de comments. Abonneer ook eventjes op dit YouTube-kanaal. Ik zou zeggen, enjoy, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En als je deze video leuk vindt, deel die dan ook gewoon een keertje op de social media, zou ik zeggen. En het is zeer belangrijk om mij te volgen, want ik ga een ritje doen. Jawel! Dat was een super splash terug. Ik ga een ritje doen op deze achtbaan, ook al ben ik er geen fan van spinning coasters. Ik ga er toch een keertje op gaan. Maar Erika is wel een grote fan van spinning coasters. En ik ken nog mensen die daar grote fan van zijn van spinning coasters. Wat ben je fan van launch coasters? Dat is de vraag. Tuurlijk. Nou ja, ik ben wel fan van launch coasters. Ik ook. Maar niet van spinning. Maar Erika is wel fan van spinning en launch in elkaar. Ja, ja, want Anubis is een launch coaster. Bluefire is een launch coaster. Ik vind Bluefire fantastisch. Bluefire is fantastisch, dus, echt waar. Ja, de Ironman is ook een. Disney is ook een launch coaster. Ja, dat is waar. Dus ja. Maar goed, we hadden het nog een keertje over Time Traveler in Amerika. In welk park staat die terug? Silver Dollar City of zoiets was dat niet? Ja. Ja, hé. En weet je wat dat er uniek is aan die attractie hier in Plopsaland? Dan Time Travel in Amerika? Wat heeft hij niet? En hier wel? Dat weet ik. Hier heeft hij onride muziek. Daar niet. Die heeft lichten op de attractie staan. Daar niet. En we hebben speciale elementen in onze achtbaan. En daar niet. En dat is... En daarom denk ik dat deze attractie tot de top van de wereld gaat behoren. Ja, dat gaat ook. Ja. Ja, dat is waar. Want dat is de tweede spinning coaster over heel de wereld dat ze zetten. Wat? Correctie. Tweede extreme spinning coaster. Ja. Ja, voor het heel juist te zeggen, de tweede extreme spinning coaster over heel de wereld. Dus dat wil zeggen de allereerste in Europa. Ja. Ja, ik zeg het toch goed, mensen. De allereerste in Europa. Ja. Zeer tof. Maar goed, we gaan nog een attractie doen. We hebben genoeg gepraat over deze achtbaan. Dus zoals jullie weten, hebben jullie nog vragen? Zet het gewoon onderaan deze comment en we gaan die beantwoorden in een volgende video. Dus laat zeker een reactie na onderaan deze video. Ja, Erika gaat dat dan beantwoorden. Nee. Denk ik, of ik. Ja. Maar goed, dames en heren, we gaan een attractie doen. Wat gaan we doen? We gaan op de konijntjes. Ja, we gaan konijntjes spelen. Daar gaan we. Let's go!
de konijntjes. Heb je er zin in? Ja. Alright. Ga je man op de konijntjes. Let's go. Dames en heren, ik zit hier op de konijntjes. Ja, 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 mijn konijntje gaat goed vooruit. Ja, ja. Alright. Erika, waar is daar ook? Ah, Erika? Waar is het op je konijntje? En mij ook? Lekker op de konijntjes zitten, dat is plezant. En als het plezant is, dan is dat goed. Dat is super tof. Aha, Erika is daar. Ja, daar is Erika. Daar. Hallo, daar Erika. Ja, moet slijden naar de camera, hè? Ja, ja, kijk. Mijn konijntje. Zo. Oeh, konijntjes. Oeh. De konijntje is gelukkig, dames en heren. Ja. Hij is gelukkig dat hij konijntje mag zijn. Heerlijk. Hoe was het met jouw konijntje, Erika? Had hij braaf geweest? Alright. Oeh, kijk, de right to happiness. Heerlijk. Hallo. 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 Het was het weer. Het waren de konijntjes voor vandaag. Misschien moet ik op de kikkertjes gaan. Voilà, het konijntje was gelukkig. Dat hij weer mocht rijden vandaag. Tof. Zo. Here we go. We gaan verder. We gaan iets anders doen. Oké, vragen aan Erika wat ze wil doen. Ik ben benieuwd. Misschien wil ze wel lui uithangen. Erika? Oei, ik val bijna over de poort. Wat wil je nog doen? Weet ik niet. Wil je op de Ride to Happiness daar? Dat is niet hoor. Nee, jammer hè. Ja, zin om erop te gaan, hè? Ja. Ik zie het. Weet je waar ik het zie? Aan je oogjes, daar zo. Aan je oogjes. Ja. Gaan we op de kikkertjes? Nee. Oh nee. Gaan we op Bos van Plof? Dat is niet hoog. Ja, daarom dat ik het vraag. Is toch tof? Of gaan we nog een keer op Heidi zitten? Ja, we gaan nog een keer op Heidi. Of wil je naar de draak? Gaan we op Heidi? Ja, weet ik. Oh, of op de eentjes. Ja, we gaan op de eentjes. Jawel! Ja, de eentjes. We hebben nog geen eentjes gevonden in het park vandaag. Maar daar zijn ze, recht voor mij. Ik ga op de eentjes. Kijk, ik heb de eentjes gevonden in het park vandaag. Hier zijn de eentjes. Yay! Ik heb een vraag. Weet je waar dat de Happiness Station is? Dat is het station van Happiness. Nee, de Happiness Station. Dat is het ijskraam bij Silver Star in Europa Park. Ach, god. Dat is lekker. Dat is een goede mop, hè? Ja, Erika, ik kon er ook een keer in kruipen. Maar ik kon hier eerst een keer op mijn bakkes gaan vallen, zei. Wacht, hop, dames en heren. Ja. En nu, op. Ja. Ik zit op dit bootje. Ik zit in het eentje. Dag, Erika. Ah, Erikatje, hoe is het met je? Zie je lekker? Ja. Ja? Zo, hier zo. Massage. Oh! Jongens, echt! Wat de? Minister. Wat de? Niks. Minister. Kijk, Erika kan niet meer schrijven. Kijk, zo. 1, 2, 3. Waar is Erika? Hehehehe.
Erika, we zijn een beetje moe. Ja. En weet je wat je moet doen dat je moe bent? Nou, doe ik maar man niet. Ja. Oh, oh. Amai. Boze. Oh, oh. Wat is er? Dat is hier een net eentje. Waarom moet je op de eentje zitten in Plopsaland? Dan heb je een lekkere tijd altijd hier in Plopsaland. Je zou denken, de eendjes, dat is de ideale attractie voor een lekkere tijd aan tijd. Amai, dat is het dus niet. Mijn rug doseert, het is precies alsof ik op de Ride to Happiness geweest ben. Nee, het is niet zo erg. Maar het is niet ideaal voor een tijd aan tijd. Er zijn betere attracties daarvoor. Maar wel leuk, dat wel. Ja, Erika wil nog een attractie doen vandaag. Oh nee. Oh nee. Attractie naar huis gaan is ook een attractie, hè? Inderdaad. Ja. Ja, maar je zegt van nee, dus... Ja, dat bedoel ik. Ja, maar ja, wat is het nu? Je zegt nee. Allright, dames en heren, een update van... Oeh, ik denk dat Heidi daar is. Kan dat? Ja, Heidi is daar. Oeh, daar is Heidi. Kijk eens aan. Ja. Woehoe! Ja, 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 Heidi, de light. Dit was hem. Ja, heerlijk. Een updateje van de Ride to Happiness. Ja, zoals je ziet, het pad is in aanleg. Het station zijn ze goed aan het bouwen. Ze zijn een tap aan het maken van het station. Ze zijn van alles aan het doen. Ze zijn alles ook aan het klaarmaken voor te openen. Ja, er is nog heel veel werk aan, zoals jullie zien. Maar het komt goed, dames en heren, het komt goed, ja. Hier zo ongeveer, wacht hoor, daar zo. Ja, hier staat er een gebouw, nog een soort kraan om te werken. En ja, leuk. Leuk zou ik zeggen, voilà. Nu, de Roxflyer veranderd is naar, ja, hoe noem het ook terug? De Nachtwachtflyer, of wat we het ook moeten noemen. Ja. Daarom is er een auto van Roxy maar geplaatst bij de buurtpolitie, want je weet nooit dat er een misdaad moet bestreden worden. En dan staat Rox altijd paraat. Jawel, dames en heren, want zoals u weet, het verkeerspark is niet meer de K3 verkeerspark of de K3-politie of wat je het ook moet noemen. Het is nu de buurtpolitie. Zoals ik zei, als er een probleempje is, staat Rox altijd voor je klaar. Voilà, en daarom staat hij hier. Ja mensen, ik wil nog een keer op de bloemenmolen. Echt de waarheid, ik mis het gewoon. Maar ja, helaas, pindakaas, we moeten nog een beetje wachten om in Mayaland te gaan. En ook voor naar Plopsaquat te gaan, wanneer Plopsaquat er open is. Dan ga ik een video maken van Plopsaquat. Jawel, dames en heren. En ik wil ook heel graag nog een keer op de bloemenmolen, want die vind ik echt super leuk, de bloemenmolen. Jawel. Maar hey, we gaan naar huisje. Het is leuk geweest. We hebben een leuke middag gehad. Ik vond het plezant. Echt waar. Ik geef vragen aan Erika. Erika? Ja? Wacht, ik kan aan een andere kant komen. Hier zo, bij Mayaland. Want daar hebben we een mooie achtergrond. Hoe was uw dag hier in Plopsaland? Uw middag? Goed. Ja, hey, we kwamen toe en het zonnetje is er doorgekomen. Het was fantastisch. Ik heb mij goed geamuseerd. Ja. Oh, moet je nog een keer Plopsaland wel zien? Nee. Je kunt dan gewoon zo binnen, hè? Dat je dat wilt? Ja, nee. Je kunt ook naar de Joe Bar. Want Erika wil ook graag een terrasje doen, zegt ze altijd. Maar ik wil naar Mayaland, ik wil op de bloemenmolen, ik mis hem. Ik mis mijn favoriete molen van Plopsaland. De bloemenmolen. Wat blijft? Het is niet open. Nee, het is gesloten, de bloemenmolen. En dat komt door België, niet door Plopsaland. België is de schuldige. Wel, je hebt gewoon mijn favoriete attractie afgepakt van Plopsaland. Vind ik kei erg gewoon, echt waar. Niks aan te doen, we kunnen naar Plopsaland komen, dat is het voornaamste. En dat vind ik ook al heel fijn, dat we naar Plopsaland kunnen komen. Goed, dames en heren, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En als je het leuk vindt, deel deze video dan op de social media. Abonneer op dit YouTube-kanaal, super tof. En
Ik zal zeggen, tot de volgende. Zo, dames en heren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vinden jullie deze video leuk, zoals ik al zei, deel die dan zeker op de social media. Abonneer op dit YouTube kanaal. Niet op Erika, want zij heeft ook een YouTube kanaal, maar hier op dit YouTube kanaal. Volg mij ook op de social media onderaan deze video. Vind je de linkjes? En zo zeggen, nog heel veel plezier en leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video uiteraard. Erika, wil je nog iets zeggen? Ja, hé. Oh, moet je niks meer zeggen? Dag! Droog, maar bondig. Dames en heren, en hallo allemaal. Welkom dat je... Nee, sorry, het is verkeerd. Hey, dames en heren, hallo allemaal. En je moet aan de andere kant staan. En welkom... Ja, maar het opnieuw doen. Okay. We gaan de Mega Mindy jetskis in. En de wachtrij, zoals je zag, begint al heel ver. Ja. Ja, het is nog altijd... zoals je weet, het is er nog steeds. Ik ga het niet uitnoemen, iedereen weet het wel. Maar goed, tot de volgende. Dag.